on my mind. Hey allemaal, jullie hebben kunnen zien in mijn vlogs van augustus dat ik aan de Action ben geweest en ik heb daarvoor nog een shoplog. En we zullen maar meteen beginnen. Ik heb een luchtbevochtiger gekocht. En het ergste is dat ik eigenlijk al heel lang in aan het zoeken ben. En ik vond ze overal heel duur, boven de 35 euro. En ik had zoiets van, ja, ik wil er niet aan uitgeven. Dus ik heb een online besteld. Na lang zoeken had ik een gevonden die toch wel redelijk goedkoop was. En daar ben ik nu al weken op aan het wachten. Die is nog altijd niet aangekomen en ik wil het zo graag. En ik kom in de Action en ik zag dit. En ik dacht meteen, oh my god, dat is wat ik wil hebben. Deze is ook echt met licht. En voor een parfum te doen. Drie geuren zaten hier al in, maar ik heb nog extra geuren bijgekocht. En ik dacht, voor 10 euro kan ik het niet laten liggen. Ik heb er een besteld. Dan heb ik er maar twee. Ik moest deze gewoon meenemen. Dus die heb ik meegenomen. Dan heb ik ook nog een L'Oreal droogshampoo gekocht. Ik had gezien eigenlijk in een andere shoplog van iemand dat deze echt heel goed zijn, dat die in de Action redelijk goedkoop waren. En deze geeft ook volume. En ik had die op mijn lijstje geschreven als ik naar de Action moest gaan, dat ik deze zeker moest meenemen. Dus deze heb ik. En deze ruikt wel redelijk goed voor in uw haar, want sommigen hebben zo'n felle geur wat blijft hangen. Dat heeft hij niet. Ik heb ook een parfum meegenomen. Deze is zo de appel, de groene appel. Hoe noemt die toch weer in het echt? Ik weet, dit is de namaak wel, maar ja, voor zo te verfrissen vind ik het wel goed. Deze ruikt wel heel fris. Chips heb ik ook gekocht. Soms zo snoepen mag wel ook wel gebeuren. Verfrissende zakdoekjes, omdat ik ga dit weekend naar Amsterdam. En dit zijn verfrissende doekjes. Je weet maar nooit voor onderweg. Of als we ergens naartoe gaan, die ze gaan mee in de koffer of in de reistas. Dat we altijd, als we die nodig hebben, kunnen gebruiken. Je weet maar nooit. Ik heb ook zinktabletten gekocht. Of vitamine D3. Is goed voor de weerstand en de botten en de tanden. En draagt bij tot het immuunsysteem. Omdat ik heb nogal... redelijk kort op elkaar twee koortsnaren gehad. En normaal heb ik er op een jaar 3 of 4. En nu had ik er op een paar weken had ik er hier een. En die was genezen, had ik er hier een. En die is nu net eigenlijk genezen. En op internet staat vaak dat het dan aan zinktekort ligt. Of zo ergens iets. Dus ik heb deze meegekomen. Er zitten 90 tabletten in. En ik neem ook gewone vitaminepillen. Maar ja, het zal zeker geen kwaad kunnen. Dan heb ik een pakje kauwgom gekocht. Altijd handig om kauwgom te hebben. Hier is de rekening. Dan heb ik ook twee van die long-lasting lipglossjes gekocht. Glossy lipsticks. En eens kijken. Die hebben die ook een naam? Ja. Strawberry and Deep Red. Dus ik vond deze wel heel erg mooi. Dat is zo met twee stappen. Ik had ze nog niet geprobeerd. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat deze werken. Maar ik vond de kleuren wel heel erg mooi. Dan heb ik gewoon een roze t-shirt gekocht. Ik vond deze gewoon heel... ja, ik vond het een mooie kleur. En ja, t-shirten kun je altijd gebruiken. En ik heb een damesrok gekocht. Een maxi dress. Nee, maxi dress. Nee, maxi rok. Zo'n lange rok. Gewoon een zwart. Ik heb ze nog niet gepast, maar ik wil al lang zo een hebben. En dan heb ik die maar in zwart genomen. Dat past overal bij. En ik heb nog een droog shampoo gekocht trouwens. Deze van André Lon. Verrassend volume. Ik wou ze eigenlijk alle twee eens testen en vergelijken. Zodat ik wist welke ik de volgende keer kon kopen. En ja, zoiets gaat toch redelijk snel op. En, dus ik heb er twee gekocht. Dus ook die van André Lon heb ik. Hier zijn dan die extra geuren voor in de luchtbevochtiger. Dit is oceaan, roze, vanille... sandalwood, ik weet niet wat dat is, en lavendel. En die kun je daar dan in doen. Dus ik ga die zelfs eens testen, want ik ben er heel erg benieuwd naar. En dan heb ik nog één ding als laatste. En dat is gewoon een rood schriftje. Voor van alles in te noteren. En voor het school vooral. Ik had zo'n groen en die ringen gingen er allemaal uit. Maar ik vind deze wel heel erg fijn om te schrijven en dingen bij te houden. Dus dat was het. Dat was mijn shoplog.
De prijzen, ja, je kent het wel allemaal, rond de 1, 2, 3 euro. De luchtbevochtigaar was 10 euro. En ja, weet je, ik had nog geluk dat ik een cadeaubon had. Daar stond nog 6 euro op. Dus dat is van de prijs afgegaan. Dus ik had nog ja, een beetje korting extra. Dat is altijd leuk. Dus en dat was mijn shopvlog eigenlijk. Ik wou het even laten zien aan jullie. Want als ik in een vlog laat zien dat ik naar de Action ga, dan willen jullie natuurlijk weten wat ik gekocht heb. Dus ja, heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doei!